daar zijn we weer. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Vlog vandaag over mijn optreden afgelopen zondag in Landel Green Park Coldenhoven. Dat was in Eerbeek, waar ik met een heleboel artiesten tv-opnames had van Lucky Joe. En Lucky Joe, dat klinkt allemaal cowboyachtig en weet ik veel, maar Lucky Joe is eigenlijk een blad wat uitgegeven wordt over allerlei artiesten en gewoon alles wat er in het artiestenwereldje gebeurt. Daar schrijft Lucky Joe over en het is een heel mooi glossy blad. Dus ik vond het wel heel leuk om daar naartoe te gaan. Trof daar een heleboel artiesten, maar allereerst trof ik daar onze grote vriendin Kimberly. Ik wil even mijn singel natuurlijk aan jou geven. Kijk eens wie er is, Kimberly. Ik ben helemaal uitgescheurd dat ik jou zag. Wou je een knuffel geven, kijk? Oh. Helemaal uitgescheurd. Ja, je bent zo breed, dus ik wou je knuffel geven. Dat valt best wel mee. Maar ik ben zo blij dat jij mijn nieuwe zin hebt geschreven. Nou, ik vond het ook een eer dat jij hem wilde opnemen. En ik eerlijk gezegd, nou, dat vind ik echt leuk. En ik vind ook dat je er wat leuks van gemaakt hebt. Dus ik ben er zelfs ook heel erg trots op. Nieuwe single van Kimberly. Ware Willis is er weg. En ik hoop dat ze hem van de B-lijst naar de A-lijst naar de B-lijst krijgen. Dat zou toch super zijn. Dat we samen... Dank je. Hartstikke goed. Dus beluister maar even. Dus een mooie clip ook van Kimberly te zien op YouTube. Het was echt een hele gezellige zondag. En op een gegeven moment kom ik op het terras iemand tegen. Ik denk, hé, die ken ik. Van Turkije, vorig jaar. Ik kreeg in Turkije zelfs nog 4 hele mooie koffiekopjes. Ik heb de koffiekopjes nu in Zuidwolde staan, waar wij op dit moment een nieuw berenland aan het maken zijn. Maar die kopjes kreeg ik van Ria. En Ria zegt, kom René, we doen samen de koffietest. We hebben de koffietest vandaag. En we doen dat in Eerbeek. En ik doe dat met Ria. En Ria die ken ik van vorig jaar. Van Turkije. Waar we met de Lucas naartoe zijn geweest. En ik ga er dit jaar wel weer naartoe. Naar Turkije. Al hoor ik net dat Björn het heeft afgezegd. Want die gaat niet meer naar Turkije. Nee. Klopt hè? Dat klopt. Ja, Björn gaat niet. Jammer. En jij gaat ook niet, Ria? Ik ga ook niet. Wat is dat? Wij gaan verhuizen. Wij gaan naar een appartement. Zo, dat was zo gezellig voor. Het was super gezellig. Het is, en mijn kinderen gaan ook altijd mee. Ja. En dat is altijd geweldig. Gewoon als je zoiets met je kinderen en je kleinkinderen doet. Ja, dat is ook zo. Ik vond het ook helemaal gezellig met jullie. Het was ook helemaal gezellig. Maar Ria kwam ik dus net tegen. Die zegt, je moet even de koffietest met me doen. Nou, dat doen we. Ria, als jij nou even... Jij hebt geen melk in. Ik heb melk in de koffie. We gaan dat even doen. Even samen, moet je iets dichterbij komen, zijn niet in beeld. Kijk, nu staan we wel in beeld. Nou, jammer dat je niet meegaat. Heel jammer. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar het is een heerlijk kopje koffie. Nou, ik vind het ook wel lekker. Het is geweldig. Het is Smit & Dorlas. Nou ja, dat mag. En dus het komt uit Arnhem. We eruit. Oh. Nee, ja, natuurlijk wel. Je mag alles zeggen. In mijn vlog mag je alles zeggen. Kom uit Amersfoort en het smaakt geweldig. Oké, nou, ik vind het ook lekker. Ik ga nu een cijfer geven. Nee, geen 4. 7. We geven een 7,5. Ik vind het een mooi cijfer. En ook omdat er nog zo'n heel mooi koekje van Landal, kijk, een echt Landal koekje. Bij Veluwe. Oh, jij Veluwe? Ik Landal. Ja, Landal. Het is geweldig. Ja, zelf gebakken. Hartstikke mooi. Tot zover de koffietest. En Ria, ik hoop dat je mooi komt te wonen. En dan gaan we volgend jaar toch weer naar Turkije. Zeker, zeker, zeker. Tot de vloggende. Ik vind het leuk. Ja, wij ook. Ik vind het mooi. Terwijl ik heb nog wat voor. Ik vlog namelijk. Vlog je? Ik vlog. Oké. Het was weer een hele leuke vlog vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van wat ik heb kunnen laten zien. Ik hoop dat jullie er morgen weer zijn. Morgen hebben we toch wel een wat specialere vlog. Ik stap namelijk straks in de auto en we gaan op zoek naar Danny Christian. Danny Christian die zei van, nou, ik vind het ook wel eens leuk om met de Vloggende Hollander te zingen.
En dus pak ik mijn gitaar vanmiddag in de auto en rij ik naar Duitsland om op visite te gaan bij Danny Christian. Ik hoop dus dat jullie morgen kijken. Om 4 uur staat die vlog online. En ik zou zo zeggen, tot de vloggende!